Dit is de Cultuuragenda. In samenwerking met Parktheater Eindhoven. De voorstelling Vals is een spannende thriller-musical naar het boek van Mel Wallis de Vries. Een groepje vriendinnen logeert in een afgelegen vakantiehuisje. Door het slechte weer sneeuwen ze in. Er is geen elektriciteit en het dichtstbijzijnde huis is een paar kilometer verderop. Dan verdwijnt een van de vriendinnen opeens na een ruzie. Bezorgdheid maakt plaats voor angst. Wie heeft het op de meiden gemunt? De voorstelling Vals op 2 november te zien in Eindhoven. Ooit deden Erik van Muiswinkel en Justus van Oel samen cabaret. Nu bekvechten ze op niveau in een diepzinnige komedie die alleen zij kunnen maken. Erik van Muiswinkel wil wel eens weten waarom iemand een film maakt. Justus van Oel maakt een filmscript. Het hele verhaal van de film wordt verteld met beeld, muziek en geluid. Tussen de regels door speelt een tweede verhaal, dat van Erik en Justus zelf. Een voorstelling over vriendschap, over wat vroeger doet met later en dat niet zal blijven zoals het is. Erik en Justus vertellen een film op 5 november te zien in Parktheater Eindhoven. Aquarius and Let the Sunshine In, wereldberoemde hits uit de musical Hair, die nog niets aan zeggenskracht hebben verloren. Hair ging in 1967 in première, maar deze nieuwe uitvoering van de legendarische musical wordt beslist geen nostalgische trip naar de tijd van Flower Power en de Vietnamoorlog. Hair is de musical van nu, een perfect tegenwicht in onze wereld vol conflict, cynisme en onverdraagzaamheid. Van 8 tot en met 13 november te zien in Parktheater Eindhoven. Tot zover de Cultuuragenda. Meer informatie op www.parktheater.nl.